10 jaar werk ik hier al bijna. 10 jaar. 10 jaar. 10 jaar. 10 jaar, hè. En dan kom je hier toe. En wat zie jij staan? 10 jaar. Toby Alderwereld. Gereserveerd. Weet je wat ik ga doen? Club Brugge pakt een historisch punt in het Metropolitano en plaatst zich zo voor de 8e finales van de UEFA Champions League. Dat is een prestatie waarvoor woorden bijna tekort schieten. Fantastisch gedaan. Griezmann schiet erdoor en safe is nodig voor Mignolet. Het zijn het nu. Dat soort fouten mag je niet maken. Simeone zei het nog, de Champions League vergeet geen fouten tenzij je in doel Mignolet hebt staan. Geweldige parade van Mignolet op de krachtige kopbal van Griezmann. Geweldige bal van Zoniges. Griezmann, dat is weer randje buiten spel. Geraakt hij voorbij Mignolet? Nee. Dat is een betere voorzet. En Cunha en Mignolet. Carrasco. Daar is het. En daar is het. Oh, Mignolet. Met een mirakel. Met gestalte. Weer een hoge bal. Nu Cunha niet. Weer Mignolet. Wel, Mignolet. Club Brugge gaat ten koste van Atletico Madrid of Porto of Leverkusen naar de 8e finales van de Champions League. Ja, ik heb de hele nacht gezocht naar de juiste woorden om de prestatie van Club Brugge te beschrijven en vooral om hen niet tekort te doen, jongens als Mignolet en zo. En dit is wat ik uiteindelijk heb gevonden na een nachtje woelen en draaien en keren in mij. Geen. Wim, veel aandacht in de Spaanse kranten voor de mogelijke uitschakeling van Barcelona in de Champions League. Al borde del desastre na de wedstrijd tegen Inter 3-3. Maar ook aandacht voor iets anders. Ja, voor het aantal doelpogingen dat Atletico gisteren gehad heeft tegenover Mignolet. 21 in totaal. 2,72 expected goals. En 5 blijkbaar voor Simon in zijn hele Champions League campagne tot nu toe. 0 tegendoelpunten. Ja, hier in Spanje, ze zeggen het nog net niet, maar Thibaut moet zich zorgen maken. Ja, jij als ex-keeper, Wim, het was fantastisch om te zien. We hebben het gevolgd van in Camp Nou voor de match. Ja, zeker. We hebben ook de 2 ongelooflijke reddingen, en zeker die laatste, een paar minuten voor tijd, van Morata, hebben we ook nog gezien. Met een beetje geluk, maar geluk dwingt hij ook wel af, want aan een grootse prestatie bezig. De gouden schoen is gekend. Wim, het was 3-3 tussen Barcelona en Inter. Waar zet je deze match dit seizoen? In je top 3 of niet? Op 1 zet ik die. Goed af, wat mij betreft, voor Lewandowski. Want ik vond hem vandaag heel erg sterk tegen die 3 beren daar achterin bij Inter. Ja, chapeau. De defensieve fouten van Barcelona, geen enkele clean sheet in deze campagne. De fout van Piqué die de verkeerde inschatting maakt. Eric Garcia verdedigt ook niet kort genoeg op Lautaro Martinez. Nee, Busquets die is heel simpel balverlies leidt, net voor de defensie ook. Dat zijn toch 3 jongens die al heel veel meegemaakt hebben. Eric Garcia toch ook. Outstanding als centrale verdediger in de nationale ploeg van Spanje. Ja, dit mag niet gebeuren. Het wordt tijd voor een wissel daar. Piqué die moet vervangen worden. Kunnen ze het nog een keer doen? Inter Milan, bal tussendoor. En Aslani moet hem afleggen. Hij doet dat niet! Hij doet dat niet! Onbegrijpelijk! Aslani, Wim, mag die de kleedkamer nog binnen? Want Inter had ook al geplaatst kunnen zijn vandaag. 20 jaar, dan mag je eens invallen en dan kom je helemaal op het einde alleen voor Ter Stegen, dan denk je, dat is mijn moment, hè. Mijn moment de gloire. En dan vergeet je de bal breed te leggen en red Ter Stegen nog maar. Het zal hem wel vergeven worden vanavond, denk ik. Ja, ze staan op de rand van de uitschakeling, hè, Wim, want ze moeten de volgende wedstrijd tegen Bayern spelen. En Inter speelt thuis tegen Victoria Pilsen. Als ze die wedstrijd winnen, dan gaan ze altijd door. En ze gaan winnen tegen Victoria Pilsen. Mo Salah maakte de snelste hattrick in de geschiedenis van de UEFA Champions League. 6 minuten en 12 seconden, dat is beter dan Bafétimbi Gomis van Lyon destijds.
En deze assist van Firmino aan Darwin Núñez, die mag er ook zijn. Knappe kaats. Ajax Amsterdam blijft in hetzelfde bedje ziek. Het verloor opnieuw na mooie goals van Lozano en Raspadori. Victoria Pilsen maakte twee mooie goals via Adam Vikanova en Jan Klimnet. Maar het verloor wel met 2-4 van Bayern München. Deze mooie assist van Sané willen we jullie trouwens ook niet onthouden. Doelman Diogo Costa stopte vorige week de penalty van Patrick Schick. Deze week die van Demir Bay. Diogo Costa was niet te kloppen gisteren. En bovendien gaf hij ook nog eens de assist voor de 0-1. En een fantastische aanname ook van Galeno. Het was de eerste keer in de Champions League geschiedenis dat een doelman in dezelfde wedstrijd een penalty pakte en een assist gaf. Twee uur voor de match tegen Benfica stond de wereld even stil in Parijs. Kylian Mbappé zou PSG zo snel mogelijk willen verlaten. Hij zou zich bedrogen voelen door de club. Gelukkig zijn er Peter van den Bent en Gert Verheijen, die schieten altijd graag te hulp. Hey, Jan, Jan. Jan, allez, viens. Ja, ik heb Jan, allez. Faut que tu joues. Allez, Kylian. 6 minuten nog, Mbappé stuurt de Vlachodimos de andere kant uit. En hij die al dan niet wil blijven, die scoort toch gewoon, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, PDG, PSG, raisonné, pour plus marquer, sinon... Veux plus jouer au PSG, veux s'en aller, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé is inspiratiebron. Maar goed, ook bron van ergernis. Gert, moet je zeggen dat het is. En dus hij wil niet meer centraal spelen. Dat is zijn probleem. Dus vroegen we ons af, oké, wat gaat hij dan doen? Want Galtier had hem centraal opgesteld. Waar heeft Mbappé nu gisteren eigenlijk gespeeld? De indruk was op veel plaatsen, behalve diep in de spits. Dus hij is ongehoorzaam. Absoluut, bewijs is alleen de heatmap. Ja, de heatmap hebben we niet. Misschien dat de jongens kunnen zorgen voor de heatmap van Mbappé. Maar Peter, hoeveel keer heeft hij echt aangezet? 1 keer op de linkerkant. Een paar keer. Niet echt vaak. Maar het was wel opvallend met zijn vervanging ook. Ja. Weinig applaus, een beetje boegeroep. Het was een soort onverschillig. Wij hebben wel in deze toch turbulente tijden voor Paris Saint-Germain, moeilijke tijden voor de mensen van de club, wel iets goeds gedaan ook. Wij liepen meneer Campos tegen het lijf. Huh? Meneer Campos kwam een verklaring afleggen, maar hij zag er een beetje aangeslagen uit. Dat is waar, maar je hebt hem er helemaal doorgetrokken. Ja, ik heb dat gedaan. Dus, je ziet het aan de foto, hij is echt blij. En ik ook. 10 jaar werk ik hier al bijna. 10 jaar. 10 jaar. 10 jaar. 10 jaar, hè. En dan kom jij toe. En wat zie jij staan? 10 jaar. Toby Alderweireld. Gereserveerd. Weet je wat ik ga doen? De tweede keer in de studio. Die krijg je weg. Kom, we zijn weg. Ja, het ego van Wesley Sonck was dus een beetje gekrenkt door de privileges die Toby Alderweireld kreeg. Maar Wes was er ook heel snel weer bovenop. Ik heb iets geleerd. Vertel, wat heb je geleerd? Hoe dat je soms moet verdedigen. Ik heb hem een paar dingen geleerd. Hoe dat je moet op een bal trappen als je aanvallend denkt. Ja, maar je had dat nog nooit niet gehoord. Antonio Silva in de tweede helft, heeft hij zijn les geleerd? Ja, ik denk ook een beetje identieke fase eigenlijk. Waarbij dat hij... Het gevoel heeft van ik kan gaan, uiteindelijk denk ik met in zijn achterhoofd, oh nee toch niet, hij stapt niet uit. Geeft eigenlijk de keuze aan Mbappé en uiteindelijk staat hij goed, verdedigt eigenlijk de voorzet en uiteindelijk moet hij terug. Dus dat doet hij het uitstekend. Ja. Dus eigenlijk wachten waarbij jij niet de beslissing maakt, maar laat hem de beslissing maken en dan deed hij het bijvoorbeeld heel goed. Ik vind Eden ook sterker speler bij de nationale ploeg dan bij Real, dus dat is ook wel iets. Eden is nooit de man van de hele grote cijfers geweest. Maar die pakt altijd 1, soms 2 mensen die er mee bezig zijn. Geeft de ruimte aan andere spelers. Dat weerspiegelt zich niet in assists of... Ja. Inderdaad, maar soms maakt hij ook wel andere spelers beter. En als hij vertrouwen heeft... Is gewoon de entourage al, hè. Als ik met jou op pad ben, voel ik me ook goed, hè, Nicola. Dat is waar, ja.